vind het gretig. Lekker naar huis. En ik heb deel 2 van het pakket van Sarah binnengekregen. Dit is echt te grappig. Het is maandag en we moeten haasten, want niets ging zoals het moest deze ochtend. En dit is de eerste dag van de één laatste week, dus het is aftellen. Ik heb echt zo'n zin in vakantie. Maar nu snel naar school. Boodschappen zijn weer gedaan en het is echt laat. Het was druk in de winkels en ik heb eigenlijk alleen maar voor 2 dagen eten gehad. Dus voor vandaag en morgen. En ik probeer altijd 1 dag van tevoren al in huis te hebben, just in case, dus ik mag morgen weer. Ik was er helemaal klaar mee. Het is echt zoiets, ik pak dit wat ik echt nu nodig heb en ik vind het gescheten. Lekker naar huis. Genoeg te doen, het is natuurlijk zo'n chaos nog van de verbouwing, dus... Maar ik ben constant bezig al die dingen uitzoeken. Het is echt, echt zo verschrikkelijk veel. We hebben al een heel eind op weg. En ik kom er net achter dat ik mijn glas heb meegenomen. En het zat nog in de kofferbak. Top. Dus nu rijd ik met een tas van glas rond in de kofferbak. Nou, misschien als ik nog meer uitzoek dat ik die auto morgen weer vol heb. Dat ik gewoon weer met de auto ga 's ochtends. En dat ik het er dan allemaal uitgooi. Ik denk dat het een beter idee is. Ja, ik denk dat ik dat doe. Want anders zou ik de fiets al heen en weer moeten. Dus ik ga daar gewoon rekening mee houden met zo verder gaan met uitzoeken. De boodschappen zijn weer binnen. Ik ben nog vergeten te laten zien wat ik aan heb. Deze trui van Warehouse, Brook Mango en mijn nieuwe doenpunt. Ik vind ze echt leuk en ze zitten ook echt heel lekker. Dus ik ben er helemaal blij mee. En ik heb deel 2 van het pakket van Sarah binnengekregen. Laten we eens even gaan kijken. Dan kan het straks passen. Even kijken. Die heb ik nodig, want ik weet dat niet alles gaat passen. Vorige keer ook de helft van het pakket passen. En één broek die natuurlijk te kort was, die hebben we gisteren in Amsterdam gekocht. Ik ga het gewoon even in laten zien. We hebben deze broek van Scotch & Soda. Dit is gewoon eigenlijk een simpele skinny legging. Of, ja, het is broek, want hij heeft knopen. Dus dat is deze. Kijken of hij een glittertje heeft, maar dan ook weer niet. Ik denk dat hij ergens... Nee, onder heeft hij wel. Ik weet niet of je dat ziet op beeld. Maar ja, hij heeft glittertjes in de buik. Dat wist ik nog niet eens. Dat is wel heel leuk. Heel, heel subtiel. Het is dat het licht erop scheen. Dan heb ik deze broek. Die is van Tommy. Tommy Hilfiger. En die heb ik hier. Laat even bij goede zakken bewaren. Dat is deze spijkerbroek. Die is ook flared. En die is grijs. Dus dat heeft ze al lang niet meer gehad. Die vond ik ook wel heel leuk. Ik vind het allemaal leuk, want anders had ik het niet besteld. Dan deze. En dit is die van Scotch & Rebel. Deze, ja, je moet ervan houden. Ik moet het ook echt even aanzien bij Sarah. Deze is dus heel wijd. Maar hij zou wel high waist moeten zijn. En dit vind ik dus wel heel erg leuk met een strak shirtje erop. En hij heeft natuurlijk die bewerking in de pijp. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zitten. Ik hoop dat hij dan wel goed aansluit. En dat hij dan, omdat hij bij te stellen, gewoon goed zit daardoor. Nou, mijn kind is te small. Van Tom One Dry heb ik deze. Die is eigenlijk ook gewoon een basic broek. Zo grappig. Deze ziet er echt heel lang uit. Terwijl dit dus een van de kleinere maten is. Dit is maar een 116. Ik vind hem mega lang. En dan heb ik deze. Deze is van Benetton. Dat is meestal wel heel mooi bij Sarah. Dat is deze spijkerbroek. En die is een beetje ripped.
Deze is 1,20, dus dat vond ik eigenlijk nog wel mooier. Oh, hij staat op Benetton, maar hij is van Sisley. Ja, ik vind deze wel echt heel gaaf. Dus die gaan we zo ook even proberen. En dan ben ik benieuwd of het allemaal goed zit bij haar. Maar ik denk dat er echt 2 of 3 passen en dat de rest er gaat. Maar we gaan het zien. Gezellig hier. Ik haal Sarah op uit school. Die belt met Denise en die is nu naar Denise. Want die hadden dingen te regelen en ik mag er niks van weten. Ik heb heel even thee gezet en ik heb echt heel veel gedaan. En ik heb echt zo'n nip. Ik kan echt slapen nu. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Misschien dat ik het wel even doe. Ik heb ook een beetje zo'n misselijk gevoel. Waarom weet ik niet. Gewoon zo'n gevoel wat je wel eens hebt zonder goede reden. Dus ja. Ho ho. We zijn zo druk bezig geweest. Marcus is aan de klus. Vergeet, ik heb net zeg op bed gelegd en alle strijk weggewerkt. En was klaargezet voor morgen. Die hoef ik niet nu aan te zetten of 's nachts. Want dan is er altijd minimaal 1 iemand die niet kan slapen. En ik ga nu even editen. En daarna kan ik hier nu niet veel, omdat Marco aan het klussen is. Dus ja, moet even kijken hoe ik de avond ga vullen verder. Marco is weer klaar met klussen en die ging douchen en weet ik veel wat en allemaal slapen. En ik was klaar met editen en alles en ik kan nu toch niet veel doen. Dus ik ga even langs Lisa. Oh, want ik vind dat ze alleen op de bank zitten soms ook wel een beetje zat. Maar ja, morgen is Marco weg, morgenavond. Dag daarna ook. Dus ja, nu is mijn kans en ik mik weer lekker. Dus ik ga gezellig even eruit nu het kan. Ik ben bij Denise. Oh, dat is echt, we lijken wel spookjes zo. Maar kijk, zie je? Flits. Kijk hier. Dit is echt te grappig. Komt hij weer? Actie. Nou, kom op. Crime Scene Investigation. Dan moet je toch licht krijgen? Nee. Nou ja, dat was ons hele boeiende verhaal. Ja. Ja. Sasa. Oh, sorry. Ik begin spontaan te grappen. Ik ben ook echt heel moe. Maar ik dacht, ik maak nog even een boodschappenlijst van morgen. Die had ik gedeeltelijk gemaakt, maar nog niet af. En Marco die vertelde me net dat hij er morgen niet is met eten. Dat heb ik net ook al verteld. Maar goed, ik had daar geen rekening mee gehouden met boodschappen. En toen keek ik op de klok en dacht, half 1. Dus ik ga snel naar mijn bed toe. En ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!